Mijn naam is Adeline Blankaert, ik ben 23 jaar. Ik zetel momenteel als jongste gemeenteraadslid in Stad Gent en ben tevens ook de jongste vrouwelijke politica in het Vlaams parlement. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Nu, de meest logische antwoord daarop is natuurlijk dat men mij gevraagd heeft om deel te nemen aan de verkiezingen en mij gevraagd heeft om de tweede plaats te staan hier in West-Vlaanderen. En ik ben daar met heel veel plezier op ingegaan, omdat ik ook vond dat onze partij met een heel sterk programma naar de kiezer getrokken is. Een programma waar ik ook 100% achter sta. Ik sta ook 100% achter de partij. Dus wou ik mee mijn schouders onder het project zetten om een goede score te behalen hier in Vlaanderen. En we hebben dat ook gerealiseerd. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Heel overweldigend, voor heel nuchter ook. Maar het was heel plezant. Plezant is zelfs een understatement. De eerste resultaten kwamen binnen en die waren zeer goed voor onze partij toch. Maar natuurlijk, we wilden niet te vroeg victorie kraaien en het vel van de beer niet verkopen nog voor hij geschoten is. Maar naarmate er meer resultaten binnenkwamen, bleven de scores maar komen en komen en komen. Dus het was een heel aangename avond en er zijn heel wat tranen van blijdschap gevloeid alleszins. Bent u tevreden met het resultaat? Zeker. We zijn enorm tevreden. Het is meer dan we gedacht hadden, meer dan we gehoopt hadden, meer dan we verwacht hadden. Dus we hebben het als partij heel sterk gedaan. En ook evenals de vele verschillende kandidaten op de lijst hebben ook allemaal heel mooie persoonlijke scores gehaald. En uiteraard ben ik heel blij met die van mij. 11.931 stemmen. Dus daar mag ik zeker niet over klagen. En ik ben die allemaal één voor één enorm dankbaar om mij hier aan het plaatje in het parlement te hebben geholpen. Wat zijn uw verwachtingen over hun nieuwe functie? Nu, ik heb er heel veel en ze liggen enorm hoog, alleszins. Momenteel ben ik nog mijn baan aan het zoeken hier in het Vlaams parlement, door de vele gangen en de commissiezalen. Maar de verwachtingen liggen heel hoog. Ik heb er enorm veel goesting in om aan te beginnen, dus ik kijk al rijkhalsend uit naar 23 september. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ga dat niet combineren, omdat ik ook vind dat als je gekozen wordt door de Vlaming om hen te vertegenwoordigen hier in het parlement, dat je daar de volle 100% voor moet inzetten. En dat vergt enorm veel energie, vergt ook enorm veel tijd. En ik ben ervan overtuigd dat je dat, als je het werk goed wilt doen, dat dat niet te combineren valt met nog een job daarbuiten. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Nu, momenteel valt die impact heel goed mee. Mijn ouders hebben mij ook altijd gesteund in de keuze die ik gemaakt heb om op te komen voor het Vlaams Belang. Mijn partner staat ook de volle 100% achter mij. En momenteel op sociaal vlak, als ik nu buiten kom om iets te gaan drinken, dan regent het nog met felicitaties voor hoe goed de partij het al niet gedaan heeft. En vele berichtjes ook voor de kans die ik hier krijg in het parlement. Maar ik denk dat dat wel zal minderen met verloop van tijd. Dus momenteel valt die impact op mijn sociaal leven heel goed mee. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik denk voornamelijk, voor mezelf vind ik het heel belangrijk om trouw te blijven aan mezelf, ook loyaal te blijven aan de partij. En ik denk dat de kiezer mij zeker mag afrekenen als ik dat niet doe. De beloftes waarmee we naar de Vlaming, naar de kiezer gestapt zijn op 26 mei, het programma dat we hen hebben voorgelegd, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook trouw blijven aan onze partijlijn. En ik denk als we daarvan afwijken, dan mag de kiezer mij daar gerust op afrekenen. Maar ik veronderstel dat dat niet gaat gebeuren.